Wat een prachtig logo hier toch in beeld staan. Het is het logo van NEC. En de mensen die dat niks zegt, die moeten zich natuurlijk ten eerste gaan schamen. Maar die zal ik ook even vertellen wat het wel is. NEC is een voetbalclub uit Nijmegen. En als je het mij verder nog zou vragen, dan zou ik sowieso zeggen dat NEC de beste club is die er is. Dat NEC het beste voetbal van de wereld speelt. Nou, ik zou uren over NEC door kunnen praten, maar ja, dat zullen we nu maar even niet gaan doen. We zullen nu toch maar even weer naar de geschiedenis gaan. Waarom deze hele introductie over NEC? Omdat we het gaan hebben over het verschil tussen een feit en een mening. En feiten en meningen die kom je dagelijks de hele tijd tegen. En die kom je dus ook in de geschiedenis voortdurend tegen. Zeker in bronnen. Dus gaan eerst eens even kijken wat er met die twee begrippen precies bedoeld wordt. Wat is nou eigenlijk een feit en wat is nou eigenlijk een mening? Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat. Iets dat dus echt gebeurd is. Een persoon die echt bestaan heeft. Een mening daarentegen, dat is juist een waardebepaling of een beoordeling van iets dat echt gebeurd is of iets dat echt bestaan heeft. En een feit, ja, dat kun je dus ook echt objectief vaststellen. Dat kun je zien. Een mening daarentegen, ja, die is niet objectief, die kun je niet objectief vaststellen. Een mening is juist subjectief. Een mening is niet meetbaar. Als we weer even naar het voorbeeld onder op het scherm gaan kijken, dan zien we links staan NEC is een voetbalclub uit Nijmegen. In die ene zin zitten twee feiten. Namelijk NEC is een voetbalclub, feit 1. En NEC komt uit Nijmegen, feit 2. Dat is gewoon zo, dat kun je niet veranderen. Dat is objectief vast te stellen. Als we dan naar de uitspraak rechts gaan kijken, NEC speelt het beste voetbal van de wereld. Ja, dat kan ik wel zeggen, maar ik zie nou al meteen een heleboel van jullie grinniken als ze dat zeggen, want ja, er zijn weinigen die het daarin met me eens zijn. Maar bovendien is de vraag, ja, hoe wil je dat ooit vaststellen? Wat is het beste voetbal ter wereld? Wordt het beste voetbal van de wereld gespeeld door de club die de meeste wedstrijden heeft gewonnen? Of de club die de meeste doelpunten heeft gescoord? De club die het vaakst een Europa Cup heeft gewonnen? Wat is het beste voetbal? Dat is dus niet zomaar vast te stellen. Dat is niet meetbaar. Dus hier heb je al een beetje verschil tussen feiten en een mening. Maar goed, we zullen er even een historisch voorbeeld bij pakken. Dan wordt je misschien nog wat duidelijker. We gaan even naar 2 september 1945. We gaan naar Hanoi, een stad in Vietnam. Vietnam was tot 1941 een kolonie van de Fransen. In dat jaar werd het land door de Japanners overgenomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die gooiden eigenlijk de Fransen eruit. En aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in augustus 1945, waren de Japanners genoodzaakt om Vietnam weer te verlaten. En op dat moment besloten de Vietnamezen om hun onafhankelijkheid uit te roepen. Ze wilden niet meer bij de Fransen horen. En hun leider was Ho Chi Minh. Hij gaf een toespraak. Zien we hier een beeld van. En nu komt het begin van die toespraak. Neem even de tijd om dit fragment door te lezen. Zet wat mij betreft het filmpje even op pauze als het te snel gaat. En probeer ook eens te kijken of in deze bron nou feiten of meningen staan. Je hebt de bron doorgelezen? Mooi. Je hebt gekeken of feiten of meningen staan? Prima. Dan zullen we nu eens even gaan kijken wat er dan precies allemaal in staat. In deze bron worden namelijk twee grote feiten en één mening genoemd. Alle mensen zijn gelijk geschapen. Hun schepper heeft hen enkele onvervreemdbare rechten geschonken, zoals leven, vrijheid en geluk. Deze woorden vinden we terug in de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika uit 1776. Dat is iets wat objectief te meten is. Dat is gewoon terug te zoeken. Dat is zo. Dat is dus een feit. Een paar regels verderop. Ook de Franse revolutionairen verklaarden in hun rechten van de mens en burger uit 1791 dat alle mensen in vrijheid zijn geboren met gelijke rechten. Opnieuw, dat document is terug te zoeken. Dat is dus meetbaar, dat is te controleren. Ook dat is een feit. Alleen dan de laatste alinea.
Niettemin misbruiken de Franse imperialisten al meer dan 80 jaar de vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ze hebben ons vaderland, Vietnam dus, overweldigd en onze burgers onderdrukt. Oké, het is een feit dat de Fransen de baas waren in Vietnam. Maar dat is niet wat er staat. Hier wordt namelijk een waardeoordeel gegeven over die Franse overheersing. En in dit geval wordt daar negatief tegenaan gekeken. Want de burgers, de Vietnamese burgers, werden onderdrukt. Ho Chi Minh noemt hier dus geen feiten, maar hij geeft zijn eigen mening.